Hey hallo, welkom terug bij een nieuwe video van Creative Collects. Vandaag is Alice er weer. Hoi! En wij gaan vandaag de Build and Battle Kits van Chilling Rain openmaken. Ik had er nog twee over. We hebben drie van de vier promo's al. Ik geloof dat we alleen Intellion nog moeten. Ja, dus ik hoop dat die hierin zit. En we hebben ook nog wat losse prijsboosters. Dan denk ik dat het leuk is om te beginnen met de losse pakjes. En dan daarna als laatste te kijken wat er in de Build and Battle boxen ja, zit. Ja, helemaal goed. Dat betekent dat we vandaag 7 pakjes per persoon gaan openen. Mm-hmm. Dus we hebben geen redeem pakje. Dus we tellen gewoon wie de coolste hits hebt. En dan mogen de beste man of vrouw winnen. Ja, inderdaad. Zal ik beginnen? Ja. Ik ga beginnen met mijn favoriete Bird Galarian Zapdos. Die mij doet denken aan de Chocobo van Final Fantasy. De codekaart verklapt wat erin zit, dus ik ga proberen niet te kijken. En we spelen ook zoals altijd het Casty Energy spelletje. In mijn vorige video leg ik iets beter uit wat dat is, als je dat niet kent. Vuur. Water. En het is fighting, de eerste energy. Oh, een beetje scherp te spellen. Hier, ja. Kom maar. Verder weg. Ja, beter. De single strike scroll of piercing, Melanie, expedition uniform. Ralts. Ik denk dat de camera het ook een beetje warm heeft. Het is een beetje plakkerig vandaag. Ja, cool. Cast form. Oeh, daar gaan we weer. Snover. Galarian, nou kom op. Galarian Yamask, Koffing, en Reverse Uncommon Rapid Strike Scroll of the Skies. Die ken ik volgens mij nog niet. En een Sasbuck Non-Holo als mijn eerste pool. Ik ken alle twee deze kaarten nog niet hoor, dus het is op zich niet zo'n heel slecht pakje. Het is goed voor de binder. Ja. Die ik overigens nog niet heb, de binder van Chilling Rain. We hebben gekeken in de Game Mania onder andere. Maar die hebben ze nog niet. Nee. Zodra die er is, dan ga ik al mijn kaarten daarin doen. En dan kijken hoe ver mijn collectie al is. Ik denk gras. Water. Blijf bij. Lightning. Ah, ik nam maar wel lightning. Oh, hier hebben we nog een keer. Dan de niet-holo versie. Ja. Dynatree Hill. Steamy. Galarian Farfetch'd. Furfu. Ik wist helemaal niet dat dit een Pokémon was. Ik weet niet welke generatie dat is. Maar. Fennipede. Sfeel. De Blij Ei. De Crabrawler. Een Reverse Common Inkay. Ik denk dat deze nu wel dubbel heb. En een Banette. Een Non-Holo Rare. Gaat goed met jouw pakje? Niet zo best. 3 keer de scheepje weg, zeggen ze toch? Dus er zal iets in zitten. Ik hoop het. Scorbunny hebben we alvast. Echt een van mijn lievelingsstarters. Ja, die is wel leuk inderdaad. Psychic. Zeg ik water dit keer leuk. Ah, fire. Ik dacht even dat ik je had. Old Cemetery. Reboot. Agatha, is ook een full art van deze. Scorbunny, Diglett, Colette, die ik nog niet zo van kan doen. Nee. Toch een common. Deerling, Sneasel, een reverse common Rockruff. En een, Zeraora V. Ah. Die is wel heel nice. Ja, je wordt beloond. Het wordt beloond. Ja. Blijf het volhouden. Je ziet een soort van het holo effect op zijn, ja, wat is het, een hoorn of zo? Glinstert. Ja. En zijn klauwen, zo gaaf. Het is wel echt heel gaaf gedaan inderdaad. Er is ook een hele mooie alternate art versie van deze Zeraora V. Ik geloof uit mijn hoofd, ik zal de prijs opzoeken, maar dat die iets van €60 waard is op het moment. De alternate arts zijn hele gewilde kaarten en er zitten er best wel wat in deze set. Maar ze zijn heel lastig te poelen. Dus, in ieder geval blij met deze. Deze had ik nog niet, weet ik zeker. Alice, kijken of jij meer geluk hebt in jouw 3 pakjes. Ja. Dat weet ik niet. Gaan we met Moltres starten. Dat is dan ja, mijn niet links. Als je wil. Ja, dat komt niet.
Of inderdaad een beetje plakrandjes. Ja. Het is heel raar, deze pakjes gaan heel lastig open, maar ik had een andere booster van Chilling Rain en daar ging het plastic echt heel makkelijk ervan af. Dus ik denk dat dat net eraan ligt uit welke fabriek het komt ofzo. Dat denk ik ook. Fighting. Gras. Ah. Net zo. Ik heb nog niet zoveel geluk met de Guesty Energy. Sparrow Energy. Honey. Avery. Crookie. Scorbunny. Ja. Aaron. Of Aaron. Snorrend. Fennepiep. Oh, en Spiel. Ja. Dat is ook een kom. Oh, en de Cinderace. Non-hollow. Nee, oh, wel. Wow. Oh ja, inderdaad. Je moet een beetje goed kijken. We hebben hier de lamp nu niet aanstaan, maar hij is inderdaad holy. Hij is inderdaad holy. En Cinderace is ook een van de Built in Battle Pro. Gaat het Articuno. Ik moet ook wel heel eerlijk bekennen dat ik al een beetje plakrandjes heb. Ja. Darkness. Psychic. Hunter. Flannery. Crabominable. Een leuke. Quillfish. Probeer dat maar eens uit te spreken. Weedle. Ja, dat is niet te doen. Galarian Soapoke. Clubopus. Mareep. En een Heracross. En een Melamar. En deze is non-hollow. Dus tot nu toe, volgens mij doe jij het beter. Aangezien ik niet die heb. En Ultra Rare tegen een Hollow Rare op dit moment. Deze keer ging het soepeltjes. Top. Fire. Psychic. Dus ik eindig daar ook op mee. Oh! Oh. Een Kakuna. Die hebben we nog niet zo vaak gezien. Nee. Path to the Peak. Hatterum. Corballer. Golette. Porygon. Crookie. Mareep. En dan een Crushing Gloves. Er zitten heel veel handschoenen in deze set. Ja, best wel wat. Ik weet nog niet precies wat ze allemaal doen, maar deze is op zich wel cool. Wow! Galarian Rapidash V Full Art. Wat een beauty. Heel erg gaaf. Ik zag het op het eerste gezicht, zag ik het niet dat het Rapidash was. Maar ik had het niet gelijk door, maar oh goed, dit, ik blij deze poel. Je hebt natuurlijk ook de Galarian Rapidash V-box geopend. Ja. Dus het is een beetje jouw Pokémon. Heel vet. Heel cool. Dus deze zat inderdaad in de jouwe. Ja. En deze in de mijne. Welke is voor jullie de favoriet? Ben je meer een Team Zeraora fan? Of een Team Galarian Rapidash? Laat het weten in de comments. Dat is leuk. Ik vind het wel grappig dat deze Pokémon zo een beetje bij ons passen. De Zeraora bij mij. En de Rapidash bij jou. Zie je? Mm-hmm. Ik ga nu even het plastic van deze dingen afhalen. Dus misschien knip ik hier de video. Want, ja, hij gaat makkelijker dan dat. Dat is één. De ene keer is het inderdaad makkelijker dan de andere keer. Mm-hmm. Je zag het net bij dat laatste pakje ook. Ja. Toen ging hij ook gelijk. Als je vraagt welke wil jij, ze zijn nog dit. En de linkerhand. Deze wil jij? Ja. Oké, okay. Ben benieuwd. Ja, het is iets met gevoel. Er zit iets in of... Ga jij eerst de jouwe doen? Ja, ik maak eerst de mijne open. En ik weet niet hoe lang deze video vandaag wordt, maar als ik nog tijd heb, dan laat ik ook zien hoe ik dan een pre-release deck bouw om een potje te spelen. En misschien dat ik ook nog een keer een potje film, maar dat wordt een andere keer, denk ik. Maar goed, om nu even te kijken wat erin zit.
We zijn vooral benieuwd naar de promo. Ja, we hebben er natuurlijk al eentje geopend, dus jullie weten wat erin zit. Maar voor het geval je het nog niet wist, dat is een soort van beknopte setlijst met alle kaarten erin. Ja. En de promo is een Persimmon, die hadden we al een paar keer. Ja. Dan hoop ik dat de Inteleon bij jou erin zit, want anders hebben we niet de vier verschillende. Nee. Er zijn dus vier verschillende. En we hebben er nu drie van. En Persimmon heb ik een paar keer dubbel. Heb jij die Inteleon en je wil ruilen tegen een Persimmon? Laat het me weten. Nou, ik zal nog heel snel even door het deck heen gaan. Dit is de promo Persimmon Holo. Ik vind het ook wel gewoon een mooie kaart hoor. Ja. Ik ben me nu trouwens pas opvalt. In de gewone rare in deze set, dan is Persimmon met een sobbel op de kaart. En in deze promo zie je dat de sobbel opgegroeid is tot een Grizzard. Oh, ja. Dus dat is wel grappig gedaan. Ja. Detail. Nou, hier hebben we wat verschillende trainerkaarten. Sobbel, Grizzard, Inteleon. En Climbo Tangle, Greenest Fox, Pokeskin. En Diglett, Ductrio. Nou, dat is wel grappig, want volgens mij hebben we deze dan weer nog niet eerder gehad. Dus ik leg deze apart, dit stapeltje, want hiermee zou ik dus normaal mijn deck bouwen. Dat geldt eigenlijk ook voor deze kaarten, dus die haal ik even aan de kant. Even deze ook. Zodat we onthouden welke uit welke deckbox kwamen. Ja. Nou, dit zijn mijn vier packs. Wil jij eerst kijken wat er in jouw promo is? Nee, ga jij maar eigenlijk gewoon aan. Oké. Okay. Aan die pakjes beginnen. Dan open ik nu de Moltres. Ik ben benieuwd. Leuk. De score staat weer op 0. Zouden we nog iets van goud kunnen poelen? Of een alternate art vandaag? Dat zou gast wel. Awesome zijn. Lightning. Water. Ah, vuur. Crabominable, hebben we hem weer. Spiral Energy. Honey. Larvesta. Sobble. Ledyba. Squovit. Crabrawler. Een Reverse Common Bounce Fleet. En oh, haha, een Blaziken V Full Art. Als je het hebt. En ik zit maar te zeggen dat, oh, Chilling Rain, een hele moeilijke set. Je poelt bijna nooit Full Arts. Of, maar, Niet jinxen, want straks heb je, is dit het enige. Hè? Ja. Maar dan alsnog. Wel echt heel blij met deze. Ja. De Blaziken V-Max kaart ziet er ook wel heel gaaf uit. Misschien dat we die ook nog voorbij zien komen vandaag. Ik hoop het. Articuno is de volgende. We hebben nog helemaal niet echt de birds zelf gezien. Nee, ik heb. Eigenlijk niet. Ik heb wel de. Een van de Calyrexen gepoeld. Ja. Darkness. Nog een keer water. Oh, Psychic. Hunter. Dat vond ik dan wel grappig, dat was net ook. Psychic en dan gevolgd door een Hunter. Ja. Wat typisch. Melanie. Gastly. Op een of andere manier heb ik meer Hunters dan Gastly. Kapfu. Athena. Sobble. Bounsweet. Hatrim is een reverse uncommon. En Walrein, non-holo. Ja, we gaan door met de Shadow Riding. Ionia, Fire Resistant Gloves. Hele hoop handschoenen in deze set. Het zijn gewoon een soort van overhandschoenen. Toepasselijk, want we hebben net pizza gegeten. Groupie. Sneasel, Weedle. Sneasel, Weedle, dat rijdt op elkaar. Farfetch, Castform, Rainy Form. We hebben de zonnevorm van deze ook nog steeds niet gezien, volgens mij. Colette, de Reverse Common en een Zebstrika. Die heb ik al wel echt heel veel van gehoord. Die poel je ook wel heel vaak. Ja. Mijn laatste pakje voor vandaag, de Ice Rider. Nou, kom op, Max. Ja. Het moet gebeuren. Ik ben op zich wel heel blij.
Dan lees ik een V. Ja, zeker. Dat de camera iets beter zijn best doet vandaag. Fighting. Water. Oh, als je maar volhoudt, dan win je gezellig. Aanhouden wint, aanhouden wint. 2-0 voor de Christie Energy. Maar in mijn vorige video had ik er ook aardig wat goed achter elkaar. Maar toen was ik er niet. Ja. Dat telt niet. Clara, Rolly, Spiel, Athena, Rockruff, Shepard, Castform. Expedition Uniform is de reverse uncommon thing. En een Liepert V. Oh, die is ook heel mooi. De ultra rare show vandaag. Helemaal niet verkeerd. Nee. Maar cool dat die ogen glinsteren, ja, net zoals bij een kat. Ja, ik wilde net zeggen. Ja, heel mooi. Ja, zeker. Echt warm, man. Heel goed. Ja, super vet. Nou, dan zijn dit dus eigenlijk mijn twee belangrijkste pools van deze vier. En ja, ik hou het stapeltje even apart. En dan gaan we jouw beeld en dekkerpoel openen. Nou, ik ben benieuwd wat er in mijn zit. Oh, Cresselia. Ah, Cresselia. Helaas, dus niet in het deel. Welcome to the party. Gaan we kijken wat er in deze zit. Ik vind het knap hoe Max er zo snel doorheen kan klaren, terwijl dat ik altijd wat meer van de rustige ben. Ja, Cresselia dan, die leg ik hier neer. Bruno, Sonia, Avery, Sobbles, Drizzel. Nou, we gaan we zo door. Fog Crystal, Poke Kid, Professor Research, nou, Ralts, dus dan... Er zit Gardevoir erin, of de Galate had er ook in kunnen zitten. Nice. Dus, ja, die leg ik apart. Ga kijken wat er zijn. Ik heb een Zapdos, Moltres, Articuno en een Ice Rider. Nou, dus, misschien krijgen we de birds nog te zien. Wie weet, ik ga met Zapdos beginnen. Zet hem op. Je hebt geluk of je hebt geen geluk. Ik zeg alvast gras. Darkness. Ah. Fire. Steenie. Rugged helmet. Rugged helmet. Crushing gloves. Snover. Galarian ear mask. Een Koffing, Chipet, Scovet. Het is een reverse rare Kecleon. En een Aggron. Non-hollow. Wel een reverse rare, dat is op zich oké. Okay. Nou ja, ik wacht eigenlijk op Thunder. Dan de Ice Rider. Ik wil weten hoeveel rares en ultra rares en dergelijke in deze set zitten. In mijn vorige video blader ik door de playlist of players guide die bij de trainingbox zit heen. En dan kan je zien precies hoeveel gouden en speciale kaarten er eigenlijk wel in zitten. Een heleboel kan ik vertellen. Lightning. Fighting. Oh, Pat Sandraak. 3-0 voor Annelies. Single strike. Score. Of piercing, Avery, Twacky, Snover, Blitzhelm, Gastly, Koffing, Daily Bird. Oh, dan een reverse rare, Mulberry. En nog een Aggron. Oké. Okay. Het is wel jammer dat je een dubbele poelt, maar voor een deck te bouwen is het natuurlijk handig als je er meer van dezelfde Pokémon hebt. Dat is ook wel weer zo. Articuno, do it for me. Vuur. Gras. Metal.
En een hoop mensen gevoeld. Ja, zeker. Staat voor de piek. Hetrum. Larum. Weedle. Glubbubus. Mareep. Ralps. Castform. Rainiform. Weird name. En, reverse rare reason. Je hebt tot nu toe volgens mij alleen nog maar reverse rare geklopt. Ja, niks anders goed. Ja, ik ga het zien. Oh! niks anders goed. En dan voor... Full Art Agatha. Ja. Wel echt creepy eigenlijk. Ja, ik voel me ook een beetje bekeken nu door de... Wat een beauty. Wel een dikke poel. Ja. Eerste trainer. Mijn laatste. Moltres. Dan hoop ik dat hier ook iets goeds in zit. De Alternate Art Moltres is misschien wel de beste kaart van de set. Of tenminste, een van de meest gewilde. De Gouden Snorlax. Dat zou ook cool zijn. Psychic. Gras. Oh, 4-0. Dus Alice kan het ook. Honey. Impact Energy. Path to the Peak, Coughing, Daily Bird, Galaria Farfetch, Porygon, Heracross, en dan een non-common Galaria Farfetch en Sawsbuck. Ja, het is wel een beetje een Debbie Downer op het laatste, maar heel goed, die Agatha. Ja. Heel cool. Maar ik zou zeggen, maak een stapeltje van jouw gepoelde kaarten. En dan ga ik dus de volgende keer laten zien hoe ik hier een deck van maak. En dan, ik denk dat het dan eigenlijk al was voor deze video vandaag. Ik had er meer uit willen halen dan wat erin zat. Nou, ik ben niet ontevreden. Nee, ik ook niet. Nou, lijkt het inderdaad... Full art. Het is of ik maar eens ondankbaar ben, maar dat ben ik absoluut niet. Nee, je hebt goed ons best gedaan. Ja, toch? Nou, zoals altijd wil ik je nog even belonen voor het kijken tot het einde. Hier is de andere. Een codekaart van Chilling Ring. Ik heb natuurlijk meteen twee, waarom niet? Nog eentje zo. Mocht je dit nou leuk vinden, like en subscribe op mijn kanaal. En ook op Instagram probeer ik elke dag iets te posten over mijn kaartverzamelavonturen. Dus wie weet zie ik je daar. Tot de volgende keer. Nog.